Wat is nou een afknapper op de eerste date? Ik ging pull-up naar die oude broer. Hij zei, ik zie, een dame is niet verzorgd, broer. Haar voeten zijn vies, haar handen vies. Heel die lichaam is vies, broer. Jakkes, getsy, derry. Hij pakt je bil of zo gewoon stevig vast of zo. Wat zou je doen? Ik weet niet wat ik zou doen. Ik weet oprecht niet wat ik zou doen. Ik weet niet. Seks op de eerste date, dat is niet goed. Want dan is hij. Nee, dat is niet goed. Seks op de eerste date is niet goed, want dan is hij niet loyaal. Hij is een man. Met je afstand nemen. Salami of zo. Salami gegeten. Ja. Weet je dat dan weer? Dat rook ik. Wagwan mensen, welkom terug bij een nieuwe video. Zoals jullie kunnen zien, we are back met een interview. We zijn er weer, man. Lang geen interview geüpload, maar ik ben er weer. En vandaag ben ik in Utrecht met de vraag: wat is nou een afknapper op de eerste date? Het kan voor alles zijn. Het kan ook zijn dat de man stinkt van de dame, of ze stinkt, ze is vies, ze is jakkes, man. Dus we gaan kijken wat de mensen denken hier, wat mensen vinden in Utrecht. Dan ga ik jullie gewoon meenemen. En dan ben ik ready. Ben jij ready? Dan ga ik nu starten, man. Boom! Ik heb het genoegen hier met Roy en Marlize. Roy en Marlize. Oké, ik ga een vraag aan jullie stellen, ja? Zijn jullie een beetje ready voor die vraag? Ja, kom maar op. Ik hoop het. Wat is nou een afknapper op de eerste date? Dan begin ik bij jou. Een afknapper op de eerste date. Ik denk misschien heel erg bezig zijn met de telefoon. Dus bij ieder berichtje dat opkomt, kijken of misschien wel gebeld worden en gewoon opnemen. Ik denk dat dat wel een grote afknapper zal zijn. Oké. Dus jij hebt het wel eens gehad dat je toch op een date gaat met een jongen en dan is de hele tijd op haar telefoon of de hele tijd bezig. Heb je dat ooit gehad? Nee, nog nooit gehad. Nee, maar het zou wel voor mij een afknapper zijn. En doet hij dat wel eens? Want hij is namelijk je vriend, toch? Ja, klopt. Dus het moet wel ergens komen, dus hij doet het wel soms, of niet? Ja, hebt het wel gedaan in het begin? Nee, soms. Ja. Heb je van gezegd van, hey, kom op, eventjes aandacht bij mij? Nee, niks van gezegd, maar nu mag het. Maar nu weet je het. Ja, precies. Je dacht niet op je telefoon gaan zitten als je met haar uit eten bent of. Nee, dat komt goed. Wat is jouw afknapper voor jou dan bij de eerste date? Heel erg voor je alleen maar over jezelf praten en geen interesse tonen in de ander. Dat je alleen maar over jezelf, alleen maar je hele leven vertelt, maar niet eens vraagt een ander, hoe is het met jou, zeg maar. Ja, dankjewel. Wil je nog wat zeggen van mijn kijkers of zo? Nee hoor. Blijf vooral kijken, denk ik. Ja. Jullie horen het, man. Ik ga jullie spreken, ja. Tot ziens. Doei, doei. Ik weet niet of jullie het ooit hebben meegemaakt, maar wat is nou een afknapper op de eerste date? Ik begin bij jou. Nee, begin bij mij. Ik weet niet, man. Oké, jij hebt het sowieso meegemaakt. Afknapper op eerste date. Oh. Ik weet niet, man. Ik weet het wel. Oké, begin. Dat haar moeder zegt dat ze om 8 uur thuis moet zijn. Wat? Dat moeder zegt dat ze om 8 uur thuis moet zijn. Is te vroeg. Is te vroeg. Oké, wat? Je wil in de avond nog leuke dingen met haar doen of zo? Ja, dat is beter. Seks op de eerste date, dat is niet goed. Want dan is hij. Nee, dat is niet goed. Seks op de eerste date is niet goed, want dan is ze niet loyaal. Oké. Dus stel je voor, je bent met een dame. Die dame is zo sexy, bro. Je weet toch? Die dame is zo sexy. Ze doet haar kleren uit. Ze zegt van, kom hier, schat. Ze zegt, kom hier, schat. Dat niet. Dan ga jij wat zeggen dat je dat niet gaat doen. Dat geloof ik niet. Hey, wat denk je? Dat zou sowieso doen, toch? Ja, bro. Eerste date. Ja. Oké, wat is jullie afknapper? Bro, gaan roken. Gelijk afknappen. Dus eerste date, als ze zegt van, joh, ik moet even roken. Ja, man. Kan niet. Wat nog meer? Bro, weet je niet. Als ze lelijk is. Oké. Gewoon catfish. Ja. Ze is wel om en mooi op snap. En je zit in de echt, ze is niet goed, joh. Ja, man. Ja. Ja, dat keer. Ja. Wat deed je toen? Je had gewoon ghost. Insta, ja. Een chick op Insta, we gingen daar naar Amstelveen zo. En ik kwam er tegen. Daarna nog wel even met haar gesnapt, maar ze was echt lelijk, man. Nee, dat is catfish, jawel. Dus, maar hoe deed je? Wat deed je op dat moment dan? We gingen weglopen. Want ze ging opeens met de andere broer, ging ze ergens weglopen. Ja? Oh, dus we zijn gewoon weggegaan. Oké, bro, jou afknappen. Ik weet niet, man. Ja, gewoon roken als je gewoon tussen pauze gewoon gaat roken. Nou. Gewoon afknappen. Je houdt niet van dames die roken. Nou. Nee. Hey boys, van mij nu. Bro, als de mond stinkt, man. Ik zeg eerlijk, ik heb wel een chickie gehad. De mond stinkt, broer. Je wil gelijk weggaan, want je wil niet eens zoenen met haar, je weet toch? Ja. Je moet je altijd kou meenemen. Broer, daarom, je moet die kou gewoon zelfs aan haar geven. Zo erg was het. Toch boys, dankjewel. Wil jullie nog wat zeggen voor mijn kijkers ook? Dat hoeft niet. Broer, misschien niet. Dames, ja, pak. Man, kom maar. Kom maar snap dan. Roel Veroy. Oké, dan. Wil jij nog wat zeggen? Want jij was aanwezig vandaag. Maar ze mogen mijn snap niet hebben. Want je bent heikie of zo. Ja. Geen snap. Dames, helaas.
Ik sta hier naast. Nienke. Carlijn. Sarah. Oké, jullie hebben ooit wel een relatie gehad of zo, of in die richting of iets? Nou, geen relatie. Nee, ja, moet je met een jongen gedate. Nee, ook niet. Wat is een afknapper op de eerste date? Maar deze, als hij stinkt. Oké, maar gewoon als je met een jongen praat. Oké, je hoeft niet per se een date te zijn, maar wat als je met een jongen praat, zeg maar. Gewoon, je gaat met een jongen afspreken. Ja, als hij stinkt. Ja. Als hij stinkt? Ja. Heb je wel eens gewoon een keer meegemaakt? Zeg maar niks zegt of zo, weet je wel. Dat jij alles aan diegene moet vragen en dat hij dan niks terugvraagt, weet je wel. Als jij alleen maar interesse toont of zo. Zeg maar dat. Ja, verdenken. Vies eten vind ik ook niet. Ja. Oh, nee. Wat even bedoel je vies eten? Gewoon als je samen gaat eten zo en dat hij dan echt zo helemaal vies zit te smakken en dat soort dingen. Heb je dat wel eens meegemaakt of zo? Ik heb nog nooit gedate, maar dat lijkt me gewoon niet heel. En heb jij wel eens meegemaakt dat die jongen stonk? Ja. Je gaat niet zomaar zeggen. Hij stonk. Ja. Nou, ja, een beetje. Je vriendin zei... Ik weet niet. Hij is een mond. Wauw. Wat deed je toen dan? Had je hem kauwgom gegeven tijdens dit date of zo? Zelf volgens mij wel een beetje door. Zelf door? Hoe kan je dat door hebben dan? Dan stond het wel erg. Ik ging gewoon een beetje... een beetje afstand nemen. Dan wat vies. Wat? Salami of zo. Salami gegeten. Ja. Weet jij dat dan weer? Dat rook ik. Oh, dat rook je hoor. Dan heb je wel een hele goede neus. Het houden op gewoon stinken en gewoon niet interesse tonen. Oké, ja, duidelijk dames. Wil je nog wat zeggen voor die jongen die stonk? Nee. Nee, wat niks. Nee, voor die jongen die stonk. Ik zeg weer nog wat zeggen. Die kan nog wel wat van zeggen. Oh, over die jongen? Ja. Ja, Nieke, wil je iets zeggen? Nee. Ja, nee? Niks te zeggen. Oké, toch wat tegen mijn kijkers of zo kan. Doei kijkers! Ga me maar volgen en liken. En reageren. En dat was het. Dames, dankjewel en nog een fijne dag verder. Succes! Wat is nou een afknapper op de eerste date? Oei. Nou, sowieso als iemand stinkt. Ja, stinken. Oké, stinken, ja. Oei, dat is best wel een lastige vraag eigenlijk. Afknapper op eerste date. Wat is nou echt een afknapper? Of wat je hebt meegemaakt? Je kan het ook meegemaakt hebben. Ja, ik weet het niet. Ja, meteen, ja. Wat dan? Gewoon meteen te ik weet niet hoe ik wil zeggen. Meteen te graag willen? Of ja, als die jongen te hongerig is of zo? Ja, misschien wel. Als die gelijk al ingaat en dan word je gelijk gewoon... Juist. Gewoon regelen. Ja. Oké. Dat hij van die cringe dingen gaat zeggen of zo. Zoals? Ja, ik weet het niet. Gewoon als hij zo gelijk zo vies kleffig doet of zo. Ja, Dus eerst dit, hij raakt je gelijk aan. Hij raakt gelijk je benen aan of hij raakt gelijk je billen aan. Wat zou je doen? Kan toch, sommige boys zijn zo, hè? Ja, weet toch, je bent eerst een date met die dame of zo, hij raakt je opeens, hij pakt je bil of zo, gewoon stevig vast of zo, wat zou je doen? Ja, ik weet oprecht niet wat ik zou doen. Ik weet niet. Ja. Je weet niet wat je zou doen, je zou het gewoon laten. Ja, ligt eraan, als het een goed moment was, als iemand opeens zo heel random zou pakken, dan zou ik wel even kijken van, wat ben jij nou aan het doen dan? Kan die boos worden, dat niet. Nee, niet boos. Zeg van joh, nu niet. Even rustig aan, vriend. Ja. Nou, dankjewel dames. Wil je wat zeggen van mijn kijkers nog? Abonneer. Ik sta hier met twee boys. Boys, hoe heten jullie? Hey Simon. Kan. Oké. Heb je ooit wel eens met een dame getak gewoon eventjes gewoon gezellig afgesproken ook, jij? Mm-hmm. Jij tuurlijk. Oké, hey bro. Wat is een afknapper? Wat was een afknapper op de eerste date? Dus je afknapper, je was met een dame en je dacht van, no, hey. Hou op, man. Ik zeg je eerlijk, broer. Dat ze gewoon niet verzorgd is, man. Wie je toch, die nagels zijn faya, voeten zijn faya, wie je toch. voeten zijn faya. Tanden zijn faya. De bit is helemaal, die gaat naar Afrika daar, ik weet niet. Lekker reuken, je weet toch, lekker reuken moet. Dus dat is een afknapper als eerste date of zo. Ja, dat gaat, je bent met dat... Nee, niet meegemaakt. En jij, ik denk jij wel, je bent met een dame en je denkt van, no, hey, broer. Ja, nee, is faya toch, broer. Je hebt meegemaakt? Ja, man. Nou, wat was het geval? Broer, ik ging pull-up naar die auto, toch, broer. Ik ging pull-up naar die auto, broer. Hij zat, ik zie, een dame is niet verzorgd, broer. Haar voeten zijn vies, haar handen vies. Heel die lichaam is vies, broer. Jakkes, geitsie, dit. Wat deed je toen, pa? Ik ging ghost mode. Ik ga die deur uit, broer. Ik ben nooit meer teruggekomen. Ja. Je was gewoon weg. Of verwijderd op Snap, Insta, alles geblokkeerd. Ghost mode, gelijk meteen weg. Okay, dus dat was gewoon dot, alles was vies van de. Echt vies. Godverdamme, man. Ik krijg gewoon buikpijn ervan als ik aan hem terugdenk. Nee, je moet niet ziek worden hier. Hoor. En jij hebt niks meegemaakt of zo? Niks vies, nee, je weet toch? Niet normale dingen. Normaal. Ouders zo, je doet alles voor jou vijand, toch? Ja, je weet, daarom. Dus, ook ghost mode doen, zeg maar. Ja, je weet. Hij zet te snel ghost mode.
Hij is snelle jongen. Ja, hij is snel, snel. Bedankt boys, wil je wat zeggen voor mijn kijkers ook? Heer toch, sowieso like het broer. Abonneren, delen. Alles broer. Heer toch, je kent het wel. Hey boys, love man. Ik ga jullie spreken, hè, 100. Ik heb het genoegen hier met... Carmen, je komt uit Utrecht gewoon? Ja. Nice. Ben jij ready voor de vraag? Ja hoor. Oké, dan ga ik de vraag gelijk stellen. Wat is nou een afknapper op de eerste date? Goeie vraag. Gewoon onvriendelijk zijn. Tegen het personeel, tegen mensen die je tegenkomt. Gewoon aardig zijn, dat is belangrijk. En, heb je dat wel eens meegemaakt dan of zo? Dat je met iemand bent en je gaat een date. Heb je dat wel meegemaakt met een afknapper of zo? Wat voor afknapper heb je meegemaakt? Nou, ik heb dus wel eens iemand gehad die heel negatief sprak over zijn familie. Dat vond ik een beetje gek. En niet aardig tegen de serveerster. En ik dacht, nee, dit is niks. Oh, hij was niet lief tegen de serveerster en zo? Nee, hij was echt respectloos. Wat zei hij dan allemaal dan? Hoe bedoel je? Hoe respectloos? Nou, dat weet ik niet meer. Dit is al heel lang geleden. 5 of 6 jaar geleden of zo. Oh, wat deed je toen op dat moment dan? Op dat moment zelf? Hoe reageerde jij? Of zei het gelijk van, yo, even serieus, kom op. Of je zei het pas later of zo? Of? Nou, eerst... keek ik het een beetje aan en daarna, toen hij de hele tijd doorging over zijn broertjes, dat die heel dom waren, toen heb ik op een gegeven moment wel gezegd van, goh, een beetje apart dat je zo over je broertjes praat, maar ja. Okay, nou, dat was gelijk een afknapper. Je dacht van gelijk, nee, ik ga niet meer door met deze jongen, gewoon nooit meer wegwezen. Ja. Maar je was natuurlijk nog aan het eten toen je dacht van, hey, ik moet eigenlijk weggaan, dacht je dat niet? Nee, het was koffie, koffiedate. Oh, koffiedate. Oh. Koffie op, snel weg. Okay. Koffie op, gelijk weggaan, hè? Ja. Nee, dat is goed, dankjewel. Wil je nog wat zeggen voor mijn kijkers? Succes met daten. Succes met daten. Nou, jullie horen het mensen. Succes met daten. Van, wat is je naam ook weer? Carmen. Een fijne dag verder, hè? Jawel mensen, dit was alweer de video van vandaag. Je ziet het, ik heb mijn tas al meegenomen, mijn tas al ingepakt. We gaan weer lekker naar huis. Ik hoop dat jij deze video leuk vond. Laat me even weten in de reacties. Ik wil graag dat 300 blauwe duimpjes onder deze video. Aanstaande woensdag komt er een Kiss Mary Kill online. Weer een Kiss Mary Kill na lange tijd. Dus be ready. En ook met bekende namen. Althans bekende namen, toch gewoon artiesten die jullie denk ik wel kennen. En dan ga ik deze video afsluiten en dan zeg ik zoals altijd. Ciao, ciao. It's Joel on the bed.